Ja, goedenavond allemaal. Het is een mooie, lokere avond geworden vandaag. Een nipte overwinning, Peter. Maar een welverdiende overwinning, dat is toch wel het minste wat u mag zeggen, hè? Ja, want je zag al, denk ik, van minuut 1, zag je al heel duidelijk waarvoor dat zij gekomen waren. Dat is eigenlijk proberen een blok te zetten, proberen de nul te houden. En we vonden eigenlijk al heel snel ruimtes tussen die lijnen. En we kregen al direct goede mogelijkheden. Alleen in de laatste fase ontbrak het ons een beetje scherpte naar de goal toe. En, we hebben eigenlijk heel lang moeten wachten voor dat doelpunt. Maar ik denk dat het een verdiende overwinning is. En dat we vandaag onze lessen toch moeten trekken in die zin van dat we toch iets meer geloof moeten hebben in Europa. Dat wij echt wel ons mannetje kunnen staan. En net hetzelfde zoals op Warschau, zoals in deze thuiswedstrijd, waar we toch denk ik een 5 tot 7 heel goede kansen kunnen afdwingen. Ja, dat wij met dit gegeven iets meer lef en iets meer durf moeten hebben voor vol te gaan in de volgende wedstrijd voor een resultaat. Oké. Door weet je, dames en heren. Значит, мы начали с того, что игра сыграна. Самое главное, что мы победили, несмотря на то, что игра была достаточно сложной. Особенно в первой половине игры мы сделали очень много ошибок, из-за чего, несмотря на то, что мы создавали неплохие шансы, в конце ошибки мешали нам забить тот решающий гол, на который мы надеялись, особенно в первом тайме. Но мы выиграли, и я считаю, что это было заслужено. Для нас это тоже очень важный урок, потому что мы только что начали играть в Европейской лиге. И при первых играх у нас не было достаточно самоверия, что благодаря следующему игру у нас действительно появилось. Door deze overwinning spelen we ook mee in de groep. Dat was eigenlijk al duidelijk in Legia Warschau op het vlak van het spel, maar nu ook op het vlak van de punten. Ja, dat was denk ik onze volgende opdracht. Hè. Dus het geleverde spel dat we laten zien hebben in Warschau omzetten tot een resultaat. En, ja, ik was alleen bezorgd over het feit van, ook na de berichtgeving van, oké, dit is met het mes op de keel. Hier moet vandaag een resultaat gespeeld worden. Heb ik ook gezegd tegen de jongens, kijk, wij gaan geen resultaat proberen te spelen. We gaan gewoon kwaliteit brengen. En we gaan trachten. Wat we gezien hebben in de compilaties van hun wedstrijden, in te spelen op een mindere kwaliteit. En ik denk dat we dat vandaag heel goed gedaan hebben, op één punt na. Dus dat wij van die mogelijkheden niet genoeg gescoord hebben. Игра против Варшавы научила нас достаточно многому, потому что самое главное, мы научились, как перевести определенные проблемы к результату, к хорошему результату, что нам не удалось в игре против Варшавы. После нашего проигрыша в Варшаве, если можно так выразиться, мы стояли в углу, нас забили в угол, и мы сделали все возможное, чтобы вытащить все из этой игры против Харькова. Nog een verschil met Legia, je hebt het nu wel van echt heel dichtbij mogen en kunnen beleven. Dat is toch ook wel een hele opsteker, neem ik aan? Ja, want dan ben je toch meer betrokken en kan je toch nog iets sneller inspelen op situaties die op die 90 minuten gebeuren. En denk ik het heel belangrijk is dat ik niet meer geschorst geraak, maar in zo'n wedstrijd zoals vandaag was er eigenlijk weinig reden, want ik denk dat wij volledige controle hadden van deze wedstrijd. En ik heb na 45 minuten gezegd in de kleedkamers, jongens, deze wedstrijd kunnen we echt niet verliezen. Dus ga maar vol, geloof maar. En je zag al direct van minuut 46 of 47 dat we er al een open kans krijgen voor de wedstrijd al sneller in een goede plooi te leggen. Maar. Oké. В нашей игре против Варшавы у нас мы начали со совсем другим настроением. Мы играли недостаточно уверенно, из-за чего мы теряли очень много мячей. В игре против Харькова все было наоборот. Мы контролировали игру. И после первого тайма я сказал своим игрокам, чтобы они
Ну, что мы эту игру имеем в руках, и что они свободно могут попробовать даже играть, ну, еще сильнее, чтобы сделать этот решающий гол, и нам это удалось. Laatste vraag, Peter. Zondag moeten we natuurlijk weer vol aan de bak tegen Oostende. Dat is zeker geen gemakkelijke opdracht. Ben je niet een beetje bang dat deze wedstrijd dan in de benen en vooral ook in het hoofd hangt? In het leven mag je niet bang zijn. Als je bang bent in het leven, krijg je slaag. Dus ik vind vandaag onze supporters, wat onze nieuwe tribune gebracht heeft, die mensen die erop gestaan hebben, echt wel in de tweede helft ons doorheen gesleurd. Die hebben ook wel getrokken en er was een zuigkracht naar dat doelpunt toe. En dat was fantastisch, maar inderdaad, binnen 3 dagen hebben we weer een belangrijke wedstrijd, want we willen toch ook in onze competitie, voordat we 14 dagen eigenlijk de riem is, er kunnen vanaf gooien. Hopen we tegen Oostende hier niet vanuit het gegeven van dat we gaan leunen omdat we vandaag een goed resultaat gespeeld hebben. Dat we zogezegd een puff hebben na een goed resultaat. Nee, dan hoop ik dat we allemaal tezamen, zowel de spelersgroep, de club en onze supporters, het resultaat van zondag er weer helemaal gaan doortrekken. En dat is een echt een welgemeende oproep. Oké. Okay. Ja. Het is niet meer nodig. Nee. Oké, okay. Goed. Zijn er nog vragen van mensen? Denk je dat een tweede plaats haalbaar is? Ja, maar ik pin me niet vast in onze competitie dat wij vierde staan. Ik pin me niet vast in die Europa League dat wij tweede staan. We hebben vandaag gewonnen. We hebben één van de twee wedstrijden gewonnen. En de volgende wedstrijd zal ook wel van die aard zijn. En voor een kwalificatie in een verdere ronde moet je op verplaatsing ook punten pakken. En dat is onze volgende opdracht. Doe maar. Ik heb gezien dat Hans was dat te trekken benen, Nilo, denk ik. Zijn ze Ja, ik denk na een overwinning dan voel je dat niet. Dus er zal waarschijnlijk wel een tik geweest zijn in de kuit bij beide personen. En we zullen morgen zien wat de schade is. Oké, dan dank ik jullie voor jullie aanwezigheid en dan zien we elkaar misschien zondag terug. Dank je. Goedenavond.